vandaag hebben over weeskonijntjes die hun moeder zijn verloren. Ik zit hier met Flip op mijn schoot. Ze waren 2 weken oud toen ze hun moeder verloren. Ze waren bij mijn opa, daar hebben ze heel veel konijnen. En daar hadden ze een heel fijn leven, maar de moeder was niet gezond. Toen is de moeder overleden en toen waren ze dus wees. En daar ga ik nu wat over vertellen. Ze zijn nu al bijna 2 weken bij ons en ze waren 2 weken oud toen de moeder overleden. En ik heb nu melk van een konijnenbelang. De eerste week bij ons dronken ze alleen maar melk en nu is het de tweede week dat ze bij ons zijn. Dus het gaat heel goed met ze en ze eten nu ook al een beetje. Het gaat echt super goed. En zeg maar even hallo Flip tegen de kijkers. Het gaat super goed met ze. Het is echt niet normaal. En mijn opa had het ook niet verwacht dat ze zouden blijven leven. Hij had nog de keuze om ze bij het andere nest met kleine konijntjes te doen. Maar dat zou ik nooit doen. Dat is een tip. Doe het nooit. Doe dat echt nooit, nooit, nooit. Want dan kan de moeder van die andere konijnen ze doodbijten. Dat zou ik dus echt niet doen. Ga gewoon naar Stichting Konijnenbelang, naar hun website. Echt super fijne melk. Dus het is echt top konijnenbelang. Ik heb daar ook mijn speentje gekocht. En deze kleine baby's die zijn er echt super blij mee. Gaat nu echt heel goed met ze. Hier heb ik het melk dat we hadden. Maar dit zijn allebei melk. En dat moet je mengen met een beetje water. Super fijn. Dit hebben we van konijnenbelang. Ik weet niet of het erop staat. Ja, ja, ja. Er staat erop. Hier ook. En ik wou jullie ook nog aan de baby's voorstellen. Maar ik ga als eerst wat vertellen over deze melk. Het enige wat ik moet vertellen is, ik heb het gekocht bij konijnenbelangen. En het is super fijn en ze drinken het super snel. Nu beginnen ze wat minder te drinken. Omdat het is gewoon heel fijn. Ze beginnen nu minder te drinken en ze zijn een beetje op ontdekkingstocht. Maar ik wil jullie ook nog graag aan ze voorstellen. Dus laten we dat gaan doen. Hier hebben we Rakker. Ik moet nog één ding echt vertellen dat echt nodig is. Laat kleinere kinderen nooit met konijnen spelen. Je moet ze heel voorzichtig oppakken. De bordjes zijn echt zo dun als luciferhoutjes. Dus het is echt niet normaal. Ik heb hier Rakker op mijn schoot. Rakker is eigenlijk de ondeugendste. Ik vind hem echt het leukst. Maar wat ik al zei, we gaan door met het voorstellen. Dit is Rakker. Net op mijn schoot zagen jullie Flip. Rakker is de kleinste. En de ondeugendste. Het is echt een niet normaal doerakje. Zeg eens hallo tegen de kijkers, Rakker. Dit is Pip. Dit was de lichtste van het stel. Maar ze is nu zelfs zwaarder dan Rakker. Super fijn. Pip is de liefste. Of nee, nee, nee. Pip is niet de liefste, maar ze zijn allemaal heel lief. Nou, dat is een beetje verwarrend, dat snap ik. Maar Pip is, was de kleinste. Rakker is nu de kleinste. Pip is echt super lief, super schattig, super zacht en lief. Ja, met zacht bedoel ik dat ze super lief en voorzichtig is. Dus ze is heel erg aardig tegen je en gaat lekker op je schoot zitten als je haar wil aaien. Maar ze pissen echt heel vaak, vooral Rakker. Niet normaal, je moet echt nadenken. Zo'n klein konijntje kan echt... Hier blijft Pip. Nee. Zo'n pis veroorzaken. Is echt niet normaal. Ik rond nog even af met een overzicht van ze. Hier zijn ze. Daar is Rakker. En jongens, zeg eens doei. Doei. Jij ook. Doei. Doei. Dus dit was de video. Ik hoop dat jullie er veel van geleerd hebben. Rakker, je maakt het voer een stukje kapot. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Dus tot de volgende keer. En doe duimpjes omhoog. En abonneer op mijn kanaal. Doei!